Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt voor het consumeren van chocolade van het merk Kinder. In het buitenland is er een salmonella-uitbraak die verband houdt met de consumptie van deze chocoladeproducten en die waarschijnlijk ook in Suriname is gedistribueerd. De International Food Safety Authorities Network volgt momenteel een uitbraak van salmonella in meerdere landen. De samenleving wordt geadviseerd om geen kinderchocolade aan te schaffen. Het ministerie benadrukt dat dit de enige en juiste beslissing is om het maximale niveau van voedselveiligheid te verzekeren en het risico van verdere besmetting uit te sluiten. Sweetheart Suriname heeft de afgelopen week een terugroepactie gelanceerd voor de Kinder Surprise Eieren van Ferrero. In de tussentijd heeft de winkel haar voorraad van het merk Kinder uit haar assortiment gehaald. Onze redactie heeft getracht een reactie te krijgen van de minister van Volksgezondheid, echter zonder resultaten.